Niet op mij, want ik heb het heel koud. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog, eindelijk weer. Vorig jaar ging ik met Ruben, Sjors, mijn schoonzusje en mijn schoonbroer naar de Ardennen. En dat heb ik gevlogd en dit jaar gaan we weer. En ik ga nu gewoon 3 dagen in 1 vlog doen, dus even alle leuke momenten aan jullie laten zien. We waren net bij de Shell en ik heb een Starbucks on the go, vet leuk. Het is een chai tea latte met een espresso shot. Nou, daar zijn we weer jongens. Vorige keer zaten we daar. Grappig. Nou, we zijn er. Het is echt hetzelfde. Een ander huis als vorig jaar, maar precies hetzelfde van binnen. Ik word helemaal happy nu ik er ben. Ik krijg echt een lekker gevoel. En ik zag net een Action hier in Malbadie waar we zijn. En die is dus nieuw. Die is echt net gekomen nadat wij weggingen vorig jaar. Dus daar wil ik heel graag heen. Dus daar gaan we nu eventjes heen. Het is al 5 uur, dus ik hoop dat hij nog open is. Oké, we zijn weer terug. We waren dus bij de Action. En daar hebben we eventjes dingetjes gekocht. Want morgen is George jarig. Dus ik heb een verjaardagsgoed. En we hebben slingers, kaarsjes, prikkertjes. We hebben een taart gehaald. Een doosje voor zijn cadeau, want we hebben met z'n allen een cadeau gekocht. Vet leuk. Een dashboardcam met geheugenkaart. En ja, dat hebben we gedaan. Nu zijn we aan het kijken wat we gaan bestellen of halen. Want we gaan lekker niet koken, niet uit eten, gewoon lekker halen. En ik heb ondertussen, terwijl we bezig zijn, alle spullen geïnstalleerd. In de kamer hierboven waar we vorig jaar zaten was echt vet veel ruimte om het uit te stallen. Maar hier lukt het ook wel. Ik heb hier wat nachtdingetjes. Hier ligt wat mijn pyjama, mijn computer. Dit soort dingetjes. Al mijn spullen. En in die zak zit dan alles wat ik nodig heb in de douche. Dat bewaar ik lekker daar. Prachtige flieke outfit. Heerlijk. Ruben en Jonna zijn nu eten aan het halen. Chinees als het goed is. Als het lukt. En Lotte en ik hebben het van stapel gedekt. En Sjors heeft hele mooie muziek opgezet. En mijn doel is, ook al is er gewoon internet, maar om even mijn boek te gaan lezen. Dus ik heb een wijntje. Gezellig, gezellig jongens. Heerlijk. Iemand daar opstaat? Lotte? Iedereen slaapt. Lotte en Jono zouden eigenlijk Marlot de versieringen doen. Maar Sjors slaapt nu ook al onverwacht. Dus wij gaan nu de kamer verjaardagsproof maken. Helemaal klaargemaakt en we zijn dus al in bad geweest. Oh, ik moet allemaal nog poetsen. We liggen hier nu gezellig in bed. En we gaan nog even chillen en dan lekker slapen. Morgen gaan we 9 uur ontbijten en verjaardag vieren. Dus ik zie jullie dan weer. Doei. Happy birthday to you. Hey, nou. Goedemorgen allemaal. Het is nu de volgende dag. En we hebben net Sjors verjaardag een soort van gevierd. Maar ik moet nog zijn cadeautje openmaken. En we gaan nu lekker eten. Ik heb vet veel trek. Ruben doet het met zorg op. Ja, dat was niet bedoeld om... Mag ik het? Op vlog? Nee. Oh. Jawel. Lekker, ik wist het. Ik heb opgenomen. Jongens, we hebben onze wandelkleren aan. Nou, bij mij is dat dus gewoon normale kleren, want ik heb geen wandelkleren. Sjors en zo zitten al in de auto, dus we moeten even opschieten. Mijn muts. Het is wel echt heel erg mooi weer. Vorig jaar, als je die vlogs hebt gezien, het is zo anders. Toen sneeuwde het en zo. Het is nu helemaal niet zo koud. Ik heb gewoon mijn superstars aan, want daar loop ik lekker op. Ik ga gewoon, vorige keer was het 3 uur wandelen. Dus wij gaan we nu iets korter. Ik kan het niet voorstellen. Je hebt ook helemaal gestrekte armen. Als je stuurt, of niet? Ja. Valt dat mee? Ik kan ze niet meer buigen. Ik moet ze wel strekken. Hola Ruben. Swik. Die jongens zijn er. Maar het is hier dus, ik dacht, jee, ik heb goede kleren aan, maar het is hier dus echt veel kouder. Want kijk, hier ligt er ook gewoon nog sneeuw. En ik loop er dus zo bij. Kunnen jullie het zien? Een soort van legging yoga broek die echt super ademend en koud is. Met een truitje, geen handschoenen en een jas die niet dicht kan. Ik ben er vet goed voorbereid. Jeetje, dit ziet er echt niet uit. Oké, nou, move maar. Oh, ik heb het echt heel koud. Walk. Hey,
niet op mij. Ik heb het heel koud. Ik was net aan het filmen. Niet op mij, want ik heb het heel koud. Je moet wel raken. Oh, ik heb het super koud. Ik ga niet eens teruggooien, want ik heb het te koud. Jongens. Oh, dat vind ik niet leuk. Nou, Ruup. Niet nog een keer hoor. Oh, dat is echt heel gemeen. Nou, lekker dan. Goeie timing. Prachtig. Heel lelijk, Lot. Nee, niet waar. Ik sta hier. Ik vond het een grappig grapje. Zo. Met muts? Ja, is leuk. Je hebt wel echt zo'n puntmuts. Ja? Zie je de bal? Nee, dat zie ik wel. Ja, dat is leuk. Oké, dit is toffie. Dat is lekker 2 uur wandelen. Nu gaan we weer in de auto. Precies goed, dan moet het echt koud worden. En dan gaan we lekker thuis lunchen. We zijn weer thuis. Dik ingepakt. Het gaat koud. En we gaan weer lekker eten. Lekker eten gehad. Yummy. Oké, we zitten nu even in de auto. Want ik wil heel graag de Carrefour. En het mocht. Yes. We zijn nu bij een mega Carrefour. En ik vind het gewoon leuk om hier even te kijken. En ik heb een 9 gehad net voor een opdracht. Yay! Oké, shoplog. Dit heeft Lotte gekocht. Crème. Wat is dit eigenlijk? Je houdt echt veel geld uit. Oogschaduws of zo? Dit? Ik merk dat jij niet het geld wil. Kent iemand dit? Ik ken het niet. Dat moet je dus in de vriezer doen, maar dat doet zij niet. Dat vindt ze heel lekker of zo. En maskertjes. Dat was het eigenlijk al. En nu mijn shop. Hier was die Rob. Dit pik. Oké, ik heb deze douche al gekocht. Maar hij heet Anne Charlotte. En hij ruikt een beetje naar Snow Fairy-achtig. Echt mierzoet. Ik moest hem hebben. Ik ben er echt super blij mee. Carnaval. Over een uurtje gaan we bowlen. Gaan we weg naar bowlen. En daarna gaan we wokken. Vet gezellig. En ik ben even aan het kijken. Dit ga ik aandoen. Allemaal zwart. En ik ga zo even snel lekker douchen. Zoals is nu aan het douchen. Met dit. Maar ik moet even opletten dat niet al mijn make-up eraf gaat. Dus niet op mijn ogen. En daarna wil ik eigenlijk nog dit maskertje opdoen. Maar even kijken of ik daar tijd voor heb. Ik heb nu geen tijd meer voor het douchen. Want ik ga meteen naar George douchen. Dus even kijken of ik dat nog red. Dan zoek ik het vanavond. Maar ik vind het nu wel chill. Mijn huid voelt een beetje vies. Dus dan kan ik kijken of deze lekker alles eraf haalt. Dus ja. We gaan het klaarmaken. Ze zijn helemaal gek geworden hier. Oh, ik wou het net filmen. Nou. All black. Altijd goed. Een beetje veel foundation opgaan. Ik ben weer super rood. Ik ga net de oude vlog kijken. Daar was het dus ook heel rood. Dus ik kom denk ik echt door het wandelen. Het verschil van koud, warm, koud, warm. We zijn weer op de bowlingbaan. Outfit. Flicky. Wow, die is goed. Ja hoor. Normaal man. Ben je nog een keer die bowling? Ben je bent klaar? Klaar? Ja, pas op. Oh. Oké, jongens, mijn eerste keer. Ik heb een tennis strike. Ik ben echt de bom. Filmen nu ik nog voor sta. Dat gaat niet lang meer duren. Kijk even naar Jonno, jongens. Oh, ga maar naar mijn dochter. Oh, nee, maar ik vind het niet leuk, want Lot ging zo lekker. En ja hoor, maak maar even een fotootje, Jonno. We zijn nu net klaar met Bona, we zijn in het restaurant. We wisten niet wat we ervan konden verwachten, maar het is echt vet mooi. En heel chill, gewoon all you can eat book buffet. En het ziet er echt leuk uit. Lotte, heel benieuwd. Oh my god. Ja, dit is gewoon precies als in Nederland. Oh my god, jongens. De wok. Oh, ik ben zo gelukkig. Veggies. Zo lekker. Oké, even serieus. Als je met een groep aan het eten bent, is het vet chill. Want je kan alles nemen wat je wilt. Lekker, jongens. Ja, ik heb alleen maar vis. Jongens, we hebben echt heerlijk gegeten. Veel te veel. We zijn weer thuis. Ik heb weer mijn chill outfit aan. En ik ben een maskertje aan het testen voor Taste and Try. Ik denk Taste and Try 4. Dus dan moet je die even afwachten. Volgens mij ben ik echt super benieuwd naar. Nu gaan we nog even chillen in de woonkamer bij de Elbaard. Oké, jongens, nou, dat was een heel heftig masker. We hebben nog even gechilled. Nu gaan we lekker slapen. Dus ja, iedereen gaat slapen. We liggen hier gewoon nog in bed. En tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is nu iets van bijna 9 uur. Ik heb vast gedoucht en me opgemaakt. Want mega gaan we ontbijten en ik was eerder wakker. Dus dan ben ik vast klaar. Het scheelt weer. Dat ik niet hoef te stressen straks. Het was echt een verschrikkelijke nacht. En heel slecht geslapen. Heel erg liggen hoesten. Maar goed, ga er tegenaan. Een kopje koffie. Ga zo ontbijten. Ik ga even mijn Pure Gold collageen shot nemen. Dat
Daardoor wordt mijn huid hier veel beter. En dan gaan we zo lekker ontbijten. Het is tijd om te ontbijten. Ik heb echt zin in zoet eten. Dat heb ik echt nooit. Gaan we weer lekker eten. Laatste keer. We hebben even gechilled. En now we're ready to go to the kartbaan. Oké, nou, dat was het. Zo saai. Hoi Ruben, je bent veel te weinig in de vlog. Ik ben moe jongens en dat betekent dat ik heel vervelend word. En dan gewoon nog eens karten. En ik ben altijd heel bang. Dus dat wordt echt super irritant. Hier is Rob buiten. En de zon schijnt. Kan je even wat vertellen? Schat. Nee, ik heb geen zin om te... Oké, wat is je oudste dochter deed? Ook allemaal black? We zijn allebei black. Want we gaan karten. Eeuw, we moeten vies een helm op ons hoofd met schurf. Oh no. Hey jongens, we zijn er na best wel lang rijden. Helemaal leuk, helemaal zin in. Ik had er echt zin in. Kom aan. Ja, er zijn Champions Leagues. Dus pas om 19:30 avonds kan je weer. Dus we kunnen niet karten. En nu weet ik niet wat ik ga doen. Ik ga even plassen. We hebben weer even een half uur gereden. Nu zijn we in Duitsland, in Monschau. En hier is dat goed een restaurantje waar George wil gaan lunchen. En een mooie historische binnenstad. En er is gelukkig een zonnetje. Soms raak ik de weg weer kwijt, een stuurloos schip in zee van tijd. Maar ben ik met jou aan boord, vaart ze recht zoals het hoort. Zelfs die file lange rij is met jou zomaar voorbij. En die bagger na het tanken smaakt als koffie uit Hawaii. Echt heel mooi. Hoi. We zijn nu in het restaurant en ik heb een chai tea. En zelf maken met melk. Maar nu kunnen we tenminste wel de autoreis overleven met deze vulling. Lekker. Wow. Oh my god. Oké, we hebben even bij Leonidas bonbons gehaald. Je hebt ook gewoon in Nederland, maar iedereen doet hier alsof het heel bijzonder is. Dus we zijn nu trouwens in Duitsland, hè? We kopen het echt in Duitsland, terwijl we het ook in België hadden kunnen kopen. Maar voor onszelf hebben Ruben en ik een middelmaatje, echt vet lekker met alleen maar wit. En een kleinere voor zijn moeder, want die heeft op de katten gepast. Dus... Toen waren we weer thuis. Ik heb even snel weer mijn chille kleren aangetrokken, BH uit, joggingbroek aan. Even snel mijn camera aan het klaarmaken. Spullen aan het inpakken. En dan gaan we. Ja, we gaan. Weg uit dit koude kamertje. Was wel heel gezellig, maar wel heel koud. Ik zit in de auto, onderweg naar huis. En nu moet ik echt de vlog afsluiten, ik weet het niet. Oké jongens, we zitten even in de Mackie. Hashtag healthy weekend. We zijn weer thuis. Nu wil ik nog even niet meteen slapen, maar ik ben wel al klaar om te slapen. Even een kopje thee zetten, denk ik, eventjes op de bank zitten. En ik wil even de bonbons aan jullie laten zien van Leonidas. Ik heb dus nog nooit echt bonbons gekocht. Kijk Ruben, dit zijn ze. Oh, we hebben alleen maar witte. Kijk, ik ga niet het onderste verdieping laten zien hoor. Ga je er nu in pakken? Dit geeft me echt een gevoel van vroeger. Oké, we hebben Winterglow. En dan mogen we nu een bonbon pakken. Welke wil jij? Dat vind ik zo leuk. Witte met nood. Die bekende? Die zie ik niet. Wel, rechtsbovenin. Die? Er zit geen nood in. Oh ja, deze is voor Ruben. Je moet er één keer in je mond stoppen. Nee, heel langzaam eten. Wij vinden dit heel bijzonder jongens, want wij hebben dit nooit. Heel lekker? Echt. Wat is het? Die binnenkant, vroeger had je dus van Mona. Mona? Van Mona had je vroeger de mokka pudding. Oh. Die was echt sick lekker. Dit is wel lekkerder. En dit smaakt echt van deze binnenkant. Oh, lekker. Morgen heb ik dus geen stage, want ik ben klaar met stage. Mijn allereerste keer niet. Dus ik kan relaxen, de rest moet allemaal weer aan het werk. Ik ga helemaal relaxen, aan school, gezond eten, even helemaal bijkomen. Ik ben al best wel moe. Het was wel heel leuk, hè, schat? We hebben heel veel plezier gehad. Ja, dat was echt leuk. Dus wij gaan de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Waarschijnlijk was hij lang, maar hopelijk was hij leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en tot zaterdag om 9:00. Doei!